Bij ons gaan de kerstbomen worden met een aparte wagen ingezameld. Daarna gaan ze eigenlijk hetzelfde traject in als het grof tuinafval. Dus dat betekent ze gaan naar een reuze versnipperaar. En van die snippers maken we weer compost. Dus dat hergebruiken we weer. Ja, het idee is dat mensen, het zijn bomen met een kluit. En dat mensen hem na de feestdagen weer terugbrengen. En wij zetten hem dan in de grond en gaan daar goed voor zorgen. En in november krijgen de mensen weer een uitnodiging. En dan kunnen ze beslissen of ze de boom weer, dezelfde boom weer opnieuw in huis willen halen. Dat lijkt me zeer een stuk beter voor het milieu. En deze kan weer terug in de natuur kijken of hij het weer een jaartje kan overleven. It's got a number on it. We're number 38. And next year then we'll pick up the same tree. And we shall see. We've just measured it actually at home. It's 160. Hij heeft niet veel goed overleefd, lijkt me zo. Maar dat weet pas volgend jaar of het goed heeft gedaan. We're looking forward to seeing our tree next year a little bit bigger, yeah.